In deze film wil ik het hebben over verscherpen in Lightroom. En laat ik eerst eens beginnen. Als je gaat verscherpen, doe je dat A altijd aan het einde, zodat eventuele correcties die je daarna nog gaat maken niet met je verscherping vermengd worden. En B verscherpen doe je altijd op 100%. En als je inzoomt, dan zul je misschien ook wel een beetje snappen. Je ziet hier bijvoorbeeld kleine fijne lijntjes in de huid, de structuur. En dat zie je gewoon niet als je helemaal uitzoomt. Dus je zoomt in op 100%. De verscherpingsstoel van Lightroom die vind je hier rechts bij het detailpaneel in de ontwikkelmodule. En dan heb je een aantal sliders: hoeveel, straal, details en masker. En op dit moment is alleen hoeveel grijs zichtbaar en de andere waarden zijn donkergrijs. En waarom is dat? Nou, hoeveel staat op dit moment op nul. En dat betekent dat er geen verscherping is toegepast. En dat betekent dus ook automatisch dat je niet aan de andere sliders kunt komen. Maar je ziet wat er gebeurt als ik de hoeveel slider een klein beetje omhoog zet. Om heel simpel even alle vier de sliders te doorlopen. Wat doen ze zo al? Nou, allereerst is het dus hoeveelheid. Dat bepaalt de hoeveelheid verscherping die je toepast. Zet je hem helemaal naar 100. Ik zal dat gewoon even doen. Dan zie je dat ik een scherpere foto krijg en zet je hem op 0. Dan staat hij uit. Ik zeg wel helemaal op 100, maar hij gaat tot 150. Met de tweede slider, de straal wordt gekeken hoeveel er. Omheen verscherpt wordt. Op zich is dat ook wel belangrijk. Als ik bijvoorbeeld gewoon eens rond 50% verscherping begin. En ik trek aan de straal. Dan zie je eigenlijk wat er gebeurt. Niet zo heel veel. Maar als ik het een beetje vergroot. En ik trek dan. Dan zie je dat er eigenlijk een grove verscherping plaatsvindt. En detail laat, het zegt het al, een beetje een fijne verscherping plaatsvinden. Nou, en daar moet je dus een balans in vinden. En tot slot is er nog het masker. Uh, kom ik zo meteen op terug. Wat zijn mooie instellingen om te gebruiken bij verscherpen in Lightroom? Dat is een vraag die zal vaker gesteld worden. En dat is eigenlijk niet echt makkelijk te geven. Dat is afhankelijk van jouw fotoresolutie. Een kleine foto voor Facebook van, ik noem maar wat, 900 bij 600 pixels groot, die heeft vele malen mindere waarde nodig dan een foto met een hoge resolutie zoals deze. Ik reset het even en ik laat gewoon zien hoe ik aan de slag ga. Ik ga in principe gewoon aan de slag door het uh, hoeveelheid filter rond de 75% te zetten. Dat geeft mij gewoon een basis. Het zijn drie sliders die je moet gaan combineren met elkaar. En ja, je moet daar echt gewoon je eigen balans in vinden. En vervolgens ga ik gewoon kijken met de straal van nou wat vind ik goed. En als ik dan denk van ja, dit is het. Of het, het doet voor mij te weinig, dan vind ik het prima. En tot slot ga ik gewoon met de details aan de slag. En ik heb gewoon even heel simpel aan de drie sliders getrokken. Gewoon puur op gevoel. Ik kan je geen getallen geven. Dat ligt echt aan jouw foto. Ook gewoon aan de hoeveelheid kleine details die erin zitten. Als je nou heel veel kleine lijntjes hebt. Dan zou je gewoon nog de waardes een klein beetje terug kunnen zetten. Het moet gewoon natuurlijk blijven ogen. Nou, en dit is dan de before. En dit is de after. En in principe ben je hier gewoon al mee klaar. Nou, er was nog een vierde slider. En dat is Masker. Wat doet die? Nou, masker bepaalt. Waar verscherping aan en uit wordt gezet. En in principe denk je van ja, hey, daar zie ik eigenlijk helemaal geen verschil in. Nou, maar dat is er wel. En hoe kan ik jou dat laten zien? Als ik de Alt ingedrukt hou en ik druk dan op het masker, dan zie je dat ik een wit vlak krijg als het masker op nul staat. Dat betekent dat overal mijn verscherping aan is. En ga ik nou langzaamaan die slider erbij brengen, dan zie je dat er ook zwarte delen bij komen. En op die zwarte delen wordt dadelijk niks verscherpt en ik had niet keurig een hele zwarte achtergrond gebruikt. Als ik inzoom dan zie je daar op zich vrij weinig van, maar toch voor Lightroom heeft dat wel gewoon in de gaten. En als ik bijvoorbeeld zeg van nou, weet je, ik doe het zo, dan wordt mijn verscherping gewoon niet toegepast op de zwarte delen, maar wel op de witte delen. Want eerlijk gezegd, waarom zou ik hier in dit stuk huid een verscherping willen? Dat heeft toch gewoon helemaal geen zin. Kijk, als ik het masker uitzet, dan is die verscherping er, maar zet ik hem weer terug waar die ongeveer stond. Dan verdwijnt die verscherping. Ik hoop dat je het ziet. Het kan zijn dat de compressie van YouTube een klein beetje roet in het eten gooit. Dus hiermee kun je eigenlijk gewoon bepalen waar je gaat verscherpen. En dat kan interessant zijn soms. Heeft dat effect in het gezicht? Wat voor mij het belangrijkste is, ja, toch wel een heel klein beetje. En je ziet ook gewoon waar het dan effect heeft. Het, de donkere gebieden in de schaduw van de ogen, de gebieden waar ruis in kan zitten, daar heb je eigenlijk gewoon niet zo vaak verscherping nodig. En die alt-toets die heeft nog meer functies, want ook bij straal en details kan ik die ingedrukt houden. En dan zie je gewoon wat de mate van jouw verscherping is, zonder dat je eigenlijk gewoon de onderliggende foto krijgt. Je ziet alleen het effect wat er toegepast wordt. En dat is ook bij details. En als je dan gaat spelen, dan zie je dus goed wat de verschillen zijn. Details laat echt gewoon alleen maar ja, de, de, de detailgebieden zien, zoals de wenkbrauwen onder het oog. En straal pakt echt veel meer de hele foto aan, ook de haren in de achtergrond bijvoorbeeld. En druk je bij hoeveelheid, dan krijg je gewoon een zwart-wit weergave. Zo eenvoudig werkt verscherpen dus in Lightroom. En nogmaals, het blijft gewoon mensenwerk. Het blijft gewoon gokken, trekken aan de sliders. Op een gegeven moment vind je instellingen waarvan je uh, vindt dat die in de regel voor jou toch wel werken. En dan kan dat een aardig uitgangspunt zijn. Maar het blijft mensenwerk. En persoonlijk geef ik toch wel een klein beetje de voorkeur aan Photoshop om te verscherpen. Klik hierboven even voor het filmpje over uh, slim verscherpen in Photoshop, wat ik de meest verstandige manier vind. En uh, misschien dat je daar iets wijzer van wordt. In ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.